De Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname, FITS, heeft het afgelopen weekend een informatiesessie verzorgd aan leerlingen tussen de 6 en 12 jaar. De sessie was op uitnodiging van de stichting Bronki Futamara en was op de OS Toetlivo. De jongeren luisteren geboeid en doen flink mee wanneer leden van de FITS uitleg geven over de diverse gebruiken of ze leert tellen in een der Wayana-talen. Silene Frans, directeur van het bureau FITS, zegt dat de overdracht verband houdt met de aanstaande herdenking van de staatkundige onafhankelijkheid. Diverse groepen delen informatie en vanuit de FITS werd er specifiek gesproken over de inheemse volken van Suriname. Er zijn 3 thema's gevraagd waarvoor wij informatie kunnen verschaffen. Op de eerste plaats de historie van onze inheemse volken in Suriname. En vervolgens hebben ze ook gevraagd om informatie te verschaffen over hoe inheemse volken zich aankleden, dus onze klederdrachten. Wat is de geschiedenis daarvan? Wat is de betekenis ervan? En tot slot hebben ze ook gevraagd om kennis uit te wisselen over de inheemse talen die wij gebruiken en kennen in Suriname. Dus dat hebben we met alle liefde gedaan. En vandaag zijn we dus op de OS-school Toetlivo. We hebben ook de andere school aangedaan op Dijkveld. En ik mag zeggen dat het een hele interessante traject is geweest, waarbij we met cultuurkenners van de inheemse talen, niet iedereen konden we op korte termijn bij betrekken, maar wie we wel zeker hebben meegenomen, zijn cultuurkenners van de Karinja-taal, van de Lokono-taal en ook van de Wayana en de Trio. We gebruiken het woord pekenatpe. Ja, jullie mogen mij nadoen, ja. Dit is pekenatpe. Ja. Leerkracht Chafeli Wolf geeft aan dat de sessies met de kinderen in het licht staan van het thema cultuur. En we vinden het belangrijk dat de kinderen meer te weten komen over de verschillende culturen. We zijn begonnen met de inheemse, omdat ze de eerste bewoners zijn van het land. En dat ze dan meer weten over de inheemse. Want wat ik vandaag te horen heb gekregen, bepaalde dingen, wist ik niet. En voor die kinderen was het ook nieuw. Het leren tellen in hun inheemse taal, dat soort dingen krijg je niet op school. De leerlingen vertelden na de informatieve middag de informatie te zullen delen met huisgenoten en medeleerlingen. Het ligt in de bedoeling dat ook andere culturele organisaties kennis zullen delen met de jongeren.